doen. Aan tafel zitten bij mij de 4 nieuwe wethouders. 3 zijn er binnen, 1 moet nog komen. De heer Herbert Raad, links van me. De heer Jan-Willem Groot en de heer John Levy. VVD, CDA, BBA. 28 april, jongstleden, is het nieuwe college geïnstalleerd. Hoe was dat? Eén maar. Eén van de 3, zeg het maar hoor. Hoe was dat? Nou, bijzonder. Dat was het zonder meer. Bijzonder? Ja. Het is heel speciaal om wethouder te worden. Ja. En te weten dat je, waar ik aanneem, de komende 4 jaar mee mag werken aan een nog beter Amstelveen. Een nog beter Amstelveen. En het was al zo goed. De kwaliteit in Amstelveen van veel dingen. We gaan straks erover praten wat er nog allemaal verbeterd kan worden. Meneer Groot, ja, u was natuurlijk al wethouder. Was de enige die met ervaring nu, hè? Ja, dat klopt. Maar ik denk een heel leuk college met heel veel verschillende ervaringen die ze meebrengen. Ja. Hele mooie achtergronden ook. En als je kijkt wat het dan voor een team gaat worden, dan is het denk ik een heel mooi bestuurlijk team, ook een heel mooi politiek team. Met veel ervaring vanuit bedrijfsleven, vanuit de overheid, wat we heel goed kunnen inzetten. En wat heel goed is voor de gemeente Amstelveen. Ja, de inwoners die gaan daarvan genieten. Dat denk ik wel. Niet alleen de inwoners, maar ook de bedrijven. Want we zijn voor burgers en bedrijven. Ja. En ik heb er volle vertrouwen in dat... Zijn ook mensen, hè, bedrijven. Zijn ook mensen. En achter die bedrijven zitten ook weer heel veel mensen die daar werken. Dus van groot belang dat de bedrijven ook volop kans krijgen in de gemeente Amstelveen. Ja. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij als college, maar ook als ambtenarenapparaat, ook als gemeenteraad, heel veel mooie dingen kunnen doen in deze stad. Te meer omdat het natuurlijk moeilijke tijden worden. Moet je eigenlijk heel slim zijn, want met minder geld moet je nog steeds mooie dingen kunnen doen. Ja. Naast me zit de heer Herbert Raad. Het college is eigenlijk samengesteld door u, hè? Of niet? Nou, niet alleen door mij. Jan-Willem Groot heeft ook een druk bij betrokken geweest. Mevrouw Linda Roos van BBA. En ook anderen, want we hebben met alle partijen, we hebben met alle partijen gesproken. Ja. Er waren een aantal partijen die niet zo te spreken waren over de formatie. Dat waren de linkse partijen, zeg maar, D66, alhoewel links. Maar Partij van de Arbeid en GroenLinks, die waren niet zo te spreken. Die vonden het eigenlijk toch maar dat het snel in elkaar getimmerd was. En ook een te kleine meerderheid. Nou, dat die partijen niet bij zitten, dat is natuurlijk jammer voor ze, want je wil er graag wel bij zitten. Ja. Je zit natuurlijk, je doet mee omdat je mee wil doen. Ja. Maar het lag nog wel gedifferentieerd. Ik heb 28 april, die installatievergadering, verschillende partijen wat gezegd. En als je de bijdrage van GroenLinks bijvoorbeeld bekijkt of beluistert, en je zet dat op af ten opzichte van bijvoorbeeld D66. Ja, daar zit daar wel verschil in van hoe het gegaan is. En maar goed, om dat nou helemaal over te doen hier. Maar ik kan u wel vertellen, wij hadden het, en dat hebben we ook altijd gezegd, het was onze liefding waard geweest. Ook op basis van alle gesprekken die we gevoerd hebben. Ja, maar je bent al met 5 partijen. Wordt dat niet erg moeilijk als er nog een 6e bij komt? Ja, dat is een discussie die ook hier in de kranten gespeeld heeft. En waar ik het niet zo mee eens ben. Waarom niet? Nou, omdat wij hebben bijvoorbeeld nu, we zijn met 5 partijen zitten we in het college van BNW. Dat vind ik al heel wat. Ja, alleen op een bepaald moment moet natuurlijk gewoon een meerderheid gevormd worden. En dat je zegt van kunnen we er met z'n 5 uitkomen. Maar we hebben maar 4 wethouders. We hebben maar 4 wethouders. En 1 minder dan voorheen, hè? Zo is het. Is dat dan een teken van bezuiniging? Nou, dat tekent dat partijen, dat je met 5 partijen zit en dat je met 4 wethouders kan zitten. En wij als VVD bijvoorbeeld zijn, ja, zonder nou vervelend te doen tegen de collega's, maar zijn bijvoorbeeld 2 keer zo groot. Nou kan ik natuurlijk op mijn strepen gaan staan en zeggen van, nou weet u wat, wij willen ook 2 wethouders, want daar hebben we recht op. Ja. Is altijd zo gebeurd trouwens, hè? Altijd zo geweest. Alleen, wij hebben voor de verkiezingen gezegd, het is ons een liefding waard als wij wat gaan vragen de aankomende jaren. En Jan-Willem begon er net al over, dat er moeilijke tijden zijn. Ja. En ik wil van iedereen, durf ik wat te vragen. Van mijn ambtenarenapparaat, van mijn inwoners en misschien ook wel van mijn bedrijven. En ik doe dat zelf niet. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus, hoe zeggen ze dat toch altijd? Als je wil dat er iets gebeurt, dan moet je zelf het goede voorbeeld geven. En vandaar dat we dat gedaan hebben. Oké. U wou wat zeggen, meneer Groot. Ja, ik wil graag op aanvullen. U zegt het is altijd zo gegaan dat een grotere partij meer wethouders heeft dan een kleine partij. Dat is niet helemaal waar. In de recente historie van Amstelveen, en dan laat ik andere gemeenten toch even buiten beschouwen, maar de recente historie van Amstelveen, namelijk in de periode 2002-2006, was het CDA de grootste coalitiepartij. Die partij was 2 keer zo groot als de kleinste partij, namelijk D66. En toch leverden allebei de partijen 1 wethouder. Dus ook toen
was een situatie waarin we zeiden van we gaan niet op onze strepen staan. We gaan niet over de macht spelen. Nee, we leveren gewoon één wethouder in feite in. Maar er waren nog meer partijen toch toen? Dat klopt. Maar één wethouder leveren in feite in om voor het geheel een beter geheel te krijgen. Mm-hmm. En dus ook samen binnen het vermogen te creëren. En te zeggen, het gaat ons om de inhoud, het gaat ons om de gemeente. Het gaat ons niet om de eigen partij. Nee, het gaat om wat willen we bereiken. Oké, okay, maar het gebeurt maar zelden hè, dat men zo reageert. Dat men zegt, nou we zijn veruit de grootste partijen, maar we willen maar één wethouder. Nou, dat vind ik ook heel knap van de VVD. Nou, misschien, kijk, op zich willen we natuurlijk best wel twee wethouders. Ja, begrijp ik wel. Maar alleen het punt is, wij zitten voor een opgave. Als wij nu al zelf twee of misschien wel drie wethouders gaan vragen. Wat betekent dat dan? Dat zijn gewoon weer extra kosten. Ja. En nogmaals. Het gaat ons niet om het VVD-belang, hebben we ook altijd gezegd. Het gaat ons om die stad. En dat geldt ook voor de collega's. Dus kortom, als dat betekent dat de VVD dan een stapje terug moet doen. Want het gaat inderdaad om dat team. Kunnen we daar een team neerzetten waar die burgers en die bedrijven wat aan hebben? Daar gaat het over. Ja. Bent u niet bang met 19 zetels een te kleine meerderheid te hebben om dingen er doorheen te krijgen die misschien door de andere partijen niet zo gewend zijn? Nee, helemaal niet. Kijk, want dat is dus... Alle drie niet, ook niet, meneer Levy? Ik denk dat het wel eens een zegen zou kunnen zijn in deze tijd dat er zo'n krappe meerderheid is. Als je ervan uitgaat dat een democratie betekent dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid, dat zullen we ook wel moeten. En elke vorm van arrogantie van de macht kan dus ook onmogelijk. Daar zullen we onmiddellijk voor afgestraft worden. En we zullen heel goed rekening moeten houden met de oppositiepartijen. Wat natuurlijk ook allemaal hele slimme mensen zijn die het goed voor hebben met Amstelveen. En in een tijd waarin het ontzettend lastig wordt, de komende 4 jaar, denk ik dat het uitstekend is dat wij zozeer rekening moeten houden met alle stromingen in Amstelveen. Ja, wat wordt u, welke portefeuille hebt u, meneer Levy? Ik heb ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, groen en reiniging. Sport, cultuur en infra. Heel wat, hè? Nou, ik hoef me niet te vervelen, maar dat was ook niet de bedoeling. Nee. Ja, het moet nu allemaal door 4 gedeeld worden. Het pakket moet door 4 gedeeld worden. Dat betekent dat elke wethouder wat bij krijgt, neem ik aan. Ja, klopt. Meneer Groot, u hebt sociale zaken altijd gedaan. Dat is een belangrijk iets, natuurlijk. Hebt u ook extra dingen erbij gekregen? Ja, sociale zaken gaat nu naar de collega Jacqueline Koops. En dat is een heel mooi pakket geworden van sociale zaken plus de WMO. Dat is nu in één hand. Dat is mooi. Ja. Dat zat in het vorige college verdeeld over 2 wethouders. Nu is dat bij 1 wethouder geland. Vind ik een hele mooie insteek. Mijn portefeuille gaat bestaan uit economische zaken, milieu, vastgoed, deregulering, zorgvliet, onze begraafplaats en regionale ontwikkelingen. En ik vind het een hele mooie portefeuille, want daarin kun je ook weer mooie combinaties maken. En ik krijg zoveel complimenten voor over het sociale beleid hier in Amstelveen. Ja, dankjewel. Dat vind ik ook een hele mooie portefeuille. Ja. En dat zou ik nog steeds een heel mooie portefeuille vinden om dat te doen. Maar als je sterk op zo'n wethouder bent, een sterke wethouder, is dat dan niet zonde om dat aan een ander over te geven? Nou ja, ik vind tegelijkertijd het ook goed als je mooie portefeuille onderdelen aan andere collega's gewoon kunt geven. Ja, ja. Dat vind ik mooi, vind ik ook goed. Je moet elkaar dingen gunnen en je moet elkaar ook steunen. Mm-hmm. En wij denken dat Jacqueline Koops heel goed is op dit vlak. Vanwege haar arbeidsverleden, mm-hmm. vanwege haar kennis, vanwege haar interesse. En ook vanwege het feit dat zij in de commissie BNS heel actief was. Ja. Goed, meneer Raad, u wordt wethouder van welke portefeuille? Dat is financiën, onderwijs, een gedeelte van jeugd, wat ik samen ga doen met mevrouw Koops. De A9. En dan nog vergunning en handhaving en personeel. Oké. Okay. Ja, de raad is uitgebreid naar 37 zetels. Ja. Hè? En toch een wethouder minder. Ja. Strook niet helemaal met elkaar, maar... Het is wel zo. Het is wel zo. We moeten het ermee doen. We zullen het verder niet over praten. Wat zijn de grote toekomstdromen voor Amstelveen? We hebben net al geschetst, het zal moeilijk worden... Het is niet eenvoudig, het moet bezuinigd worden. Mm-hmm. En als je moet bezuinigen, dan moet je vaak dingen wegstrepen die anders zo leuk zijn. Ja. Wat gaat het worden? De Amstelveense luisteraars die zitten nu aan een radiotoestel gekluisterd. En die willen nu toch wel graag horen wat er gaat gebeuren. Ja, waar het natuurlijk over gaat de aankomende jaren. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de gemeente Amstelveen. Dat geldt voor andere gemeenten, maar ook voor de Rijksoverheid. Van hoe zorg je er nou voor? Als je weet dat je in een crisissituatie zit, dat je daar doorheen komt.
En als het even kan, dat je ook nog weer sterker uitkomt. Nou, en wat moet je daar dan voor gaan doen? En dat is niet één ding, dat zijn niet twee dingen. Dat zijn op verschillende vlakken moet je kijken van waar liggen nou je sterke punten. Waar is het, waar zou je kunnen zeggen, kan het een onsje minder? Ja, en hoe zorg je ervoor dat je die stad perspectief geeft? Nou ja, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, en dat of wij van de VVD, of ik spreek nu namens het college van BMW en het CDA, maar dat geldt voor iedereen in die gemeenteraad. Kijk, onderwijs is natuurlijk iets waarvan we alle zeggen in dit land, jongens, let daar nou goed op. Zorg dat dat goed gaat, want dat is in feite je kapitaal voor de toekomst. Nou, dat is ook een van de zaken die wij hier in ons college hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat werd toch al goed verzorgd, of niet? Nou ja, kijk, het wordt allemaal wel goed verzorgd, maar het moet allemaal wel gebeuren. Ja. En als je 100 miljoen op de bank hebt staan, dan is het allemaal een stuk makkelijker dan als dat wat minder is. Er stond eerst 100 miljoen op de bank, hè, maar ja, die is weg. Ja, die is wat minder. Er zijn heel veel goede dingen mee gebeurd. Ook een paar zaken, is ook wat geld op een spaarrekening in IJsland gezet. Ja. Dat was komt dat nog terug? Of, Nou ja, ik hoop het wel. Maar als je heel reëel bent, en volgens mij moet je ook gewoon reëel zijn, dan weet je, we hebben het ook geloof ik al afgeboekt van naar 12 miljoen. Hè, dus dat we hooguit 3 miljoen binnenkrijgen. Zo staat hij in de boeken. Maar ja, dat wordt natuurlijk een heel langdurig proces. Ik hoop het wel. Er zijn meer gemeentes, hè, die erin zitten. Er zitten meer gemeentes en ook Engeland, Engelse gemeenten. Dus dat wordt natuurlijk heel erg lastig. Ja. Maar dat gaat jaren duren. En daar kunnen we nu niet op rekenen. Dat moet wel heel helder zijn. Oké, het onderwijs heb je genoemd. Ja, onderwijs. Onderwijs is natuurlijk heel belangrijk, maar dat zeg ik, gaat daar dan meer geld naartoe dan voorheen? Nou, wordt het beter begeleid? Nou, we hebben twee dingen in het collegeprogramma staan. Kijk, het onderwijs-huisvestingsprogramma, dus hoe zorg je er nou voor dat je onze kinderen op een goede manier huisvest? Dat is een belangrijk iets. Daar gaan we mee door. En we zullen er alles aan doen met z'n allen om te zorgen dat ook zijn voortgang blijft houden. Ondanks scholen moeten er goed uitzien. Ja, maar er staat ook nog een ander ding in het programma. Dat we ook over de kwaliteit van onderwijs, dus van wat krijgen, hoe gaat dat nou eigenlijk? Weet je, is de kwaliteit op orde? Ja, dat we ons daar ook een beetje mee gaan bemoeien. En daar gaan we officieel niet over. We hebben daar geen bevoegdheden. Maar wat we wel vinden, we hebben wel verantwoordelijkheden. Want het zal natuurlijk wel het is ons natuurlijk een liefding waard dat als een kind met bepaalde competenties op een bepaalde school zit en een vergelijkbaar kind zit op een andere school en daar wordt er meer uitgehaald dan op de andere school. Dan moet je je af gaan vragen, van gaat dat goed? Ja, maar is dat ook wel vaak zichtbaar, dat de ene school het beter doet dan de andere? Ja, wat zou kunnen en misschien dat is dan een nieuwtje, waar ik dan de aankomende tijd toch wel aan wil gaan werken. Als ze eraf komen bij examens, dan kun je natuurlijk gaan zeggen van die ene school heeft het beter gedaan dan de andere. Ja, maar je kunt ook veel beter transparant gaan maken van wat is nou de toegevoegde waarde van een school. Want een school is vaak een black box. Hè? Een kind gaat erin als er een jaar of vier is en komt er dan uitrollen als ze 12 en naar de middelbare school zijn. Wat is nou de toegevoegde waarde geweest bij dat kind voor het resultaat dat kind behaalt? En hoe kan het nou zo zijn dat het bij de ene school X is en bij de andere school Y, terwijl het bij een vergelijkbare groep is? Nou, dan moet je zorgen dat je dat in beeld brengt van wat zijn die resultaten. Dat gebeurt in sommige gemeenten, in Amstelveen nog niet. Kun je dat naar aanleiding van de situaties zien? Dat is een onderdeel, maar er zijn heel veel van die criteria, bijvoorbeeld doorverwijzingen naar speciaal onderwijs. Dat is allemaal naar aanleiding van die toets, toch? Nee, zijn veel meer criteria die je daarmee kan, die aan meewegen. Ja, ja. En dat vind ik wel iets wat ik heel bijzonder zou vinden als wij dat voor elkaar kunnen krijgen. Want dan kun je ook aan ouders laten zien, aan onze inwoners. Ik bedoel, het gaat om van dit krijgt u eigenlijk. Ja. Oké, scholen moeten dus goed voorzien van geld en ook van middelen om die leerling op een hoger plan te brengen. Ja, dat is natuurlijk één ding. En het andere ding is, als je het hebt over van hoe zorg je nou dat je Amstelveen dat het goed gaat. Zorg nou dat het voorzieningenniveau, dus dat het van waar we hier zitten. Want we hebben het natuurlijk goed voor elkaar in Amstelveen. Ja. Als je kijkt naar alle rijtjes, zitten we bovenaan. Jan-Willem die knikt al, die is nu ook weer verantwoordelijk voor de ondernemerskant. Nou ja, we hebben hier gewoon een heel goed ondernemersklimaat. Maar de sport, waar John bijvoorbeeld afgelopen maanden ook heel druk mee geweest is. Ja, laten we eerlijk zijn, we mogen natuurlijk in onze handen dichtknijpen met wat wij hier hebben liggen aan infrastructuur. En hoe zorg je er nou voor dat we het niet alleen hebben liggen, maar dat we het ook over 10 jaar nog hebben liggen? Hebben liggen is mooi, maar de resultaten zijn ook navenant, meneer Levy. Dus zijn er de resultaten ook navenant van de prachtige voorzieningen die we hebben op sportgebied? Ja, maar het kan nog steeds beter. Ja, maar noemt u eens wat is er allemaal gepresteerd?
Op sportgebied zelf? Op sportgebied zelf hebben we een vrij hoge participatie van jeugd. Sport, dat kan nog beter. En daar wordt ook echt op ingezet. De laatste tijd is al, en dat is toch raadsbreed gedragen, veel meer aandacht besteed aan breedtesport. Ik zou niet willen zeggen ten koste van topsport, maar topsport moet voortkomen uit breedtesport. En we hopen dat de verenigingen in combinatie met de scholen daar een nog veel actievere rol in gaan spelen. En wij zullen ook zeker als vereniging ons om faciliteit of geld vragen, het voor wat hoort wat principe hanteren. En de vraag zal zijn, verenigingen, wat doen jullie voor Amstelveen anders dan je eigen sportgebied? Ja. Een ander ding is wel aardig om aan te vullen. Kijk, John is nu verantwoordelijk voor sport. Jacqueline en ik zijn verantwoordelijk voor jeugd. Nu kan ik natuurlijk een fantastische notitie schrijven over jeugd en waar we naartoe moeten en hoe het gaat. Maar het zou natuurlijk van de zotte zijn als John Levy, als wethouder sport, daar niet bij betrokken wordt. En als we die sportvereniging, dus dat moet veel gaan uit van de kracht van elkaar. Maar je staat niet over het schrijven dan? Ja, ik zal u bekennen. Ik heb, zonder te zeggen dat het slecht, maar 2 jaar geleden kregen wij in de gemeenteraad een notitie over jeugd. Waar het woord sport niet in voorkwam. En als je dan hoort de aantallen van John, hoeveel kinderen hier bij de sportverenigingen zitten. Ja, dan vind ik dat niet goed. Nee. Dat moet anders. Ja. Nou, dat is ook de reden waarom wij gezegd hebben van er zijn heel veel mensen die sporten. We verwachten dat het meer gaat worden vanwege de bevolkingsgroei. Dus je moet er nu rekening mee houden dat je meer nodig hebt qua capaciteit. Of je moet de velden beter kunnen benutten. Dus wij hebben sowieso al gezegd in ons collegeprogramma, wij willen dat de instandhouding van de velden duurzaam geregeld wordt. Dat was niet het geval, maar we gaan dat financieel zo regelen dat je dat dus tot een lengte van jaren kunt uitzingen. En dat is niet elke keer opnieuw een verzoekje krijgen, maar nee, dat regelen we aan de voorkant. En dan weten de clubs ook waar ze aan toe zijn. Ja. En dat is van groot belang. Ja. U hebt het ook bevolkingsgroei, maar is die er dan? Ja. Nou ja, kijk, wat wij graag zien is dat wij natuurlijk kunnen doorontwikkelen. Dat Amstelveen een echte ontwikkelgemeente blijft. Nou, als we ervan uitgaan dat wij op de Middenwaard kunnen bouwen, dat kunnen we. Als we ervan uitgaan dat wij in de Schecht, dus aan de zuidkant van Amstelveen, kunnen gaan bouwen. En als we ervan uitgaan dat we op de A9... of rondom de A9 kunnen bouwen, dan heb je dus behoorlijk wat ontwikkellocaties voor in de toekomst. Ja, ja. Nou, als je er dan van uitgaat, Over hoeveel huizen praten we ongeveer? Ik heb laatst even over de duim gerekend, hoor. Maar als wij grofweg 500 woningen per jaar zouden bouwen. Ja, hoeveel jaren lang? Nou, in een goede conjunctuur kunnen wij 500 woningen per jaar bouwen. Dan kunnen wij nog 14, 15 jaar vooruit. Met die 3 locaties die ik zojuist noemde. Ja, ja. Plus de inwendige locaties die we al hebben. We hebben het over 7000 woningen dus zo'n beetje. Grofweg, ja. Grofweg. Ja. Nou, dat is dus behoorlijk veel. En als dat lukt, dan kan de ontwikkeling van de bevolking gewoon doorgaan. Okay. En kan de bevolking groeien. En bij ons aan tafel is aangeschoven mevrouw Jacqueline Koops. Hartelijk welkom. Nou, dank u wel. Als 4e wethouder aan tafel geschoven. Dat klopt. En we zijn compleet dus. Nu zijn we compleet. Dat klopt. Mag ik als eerste vragen wat voor portefeuille u hebt gekregen? Ik heb een hele mooie portefeuille gekregen. Ik heb werk en inkomen, sociale voorzieningen, de WMO, welzijn, ouderenbeleid, gezinsbeleid en ook zorg en gezondheidszorg. Keurig. Dus dat is een hele mooie sociale lijst. Ja, pakket. En wat denkt u te gaan doen is op uw terrein? Kunt u een aantal dingen wat voorheen gebeurd is nog verbeteren? Nou, dat zie ik wel zitten. Op het WMO-gebied bijvoorbeeld. Hè. Er zijn natuurlijk, het is echt een opstartfase geweest. En nu gaan we dat ook wat verbeteren en wat meer opzetten, zeg maar. En, kunt u iets duidelijker zijn wat dat inhoudt? Nou, we gaan even kijken. Het punt is natuurlijk wel dat we van die WMO, daar krijgen we 1,3 miljoen per jaar minder. Dus we zullen daar. Ja, uit Den Haag. Dus daar kunnen we niks aan doen als gemeente. We krijgen gewoon geld minder. En dat is een behoorlijk bedrag, hè? 1,3 miljoen. Hoeveel procent is dat op het bedrag? Nou, veel. Dat is veel. Echt veel. Ik ken alle cijfers nog niet uit mijn hoofd, hoor. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar het is een heel groot bedrag. Dus daar gaan we kijken van, gaan we dat in WMO besteden of ergens anders? En hoe, als we het in WMO gaan besteden, ik zeg als we het gaan besteden in WMO, hoe gaan we dat dan doen? Ja. En daar gaan we met z'n vieren goed naar kijken. Ja. Dat is het belangrijkste punt voor de eerste komende 4 jaar, dat u zegt dat haal ik er als eerste uit? Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk en dat is een grote bezuiniging.
Ja, die krijgen we uit Den Haag gewoon op ons bordje. En wat zijn er nog meer punten dat u zegt, daar moet ik mijn aandacht aan gaan schenken? Nou ja, we zitten natuurlijk met de gezondheidszorg. Hè. We hebben natuurlijk de hoeden, de accommodaties voor de huisartsen. Mm-hmm. En de apothekers, die willen we graag bij elkaar hebben. En, ja, daar wordt aan gewerkt nu, hè? Daar wordt aan gewerkt, ja. Dat moet ook goed worden opgezet, ja. En dat is een verbetering? Ja, natuurlijk. Daar streven we wel naar. Ja, oké. Okay. Prima. De luisteraar heeft kennis met u kunnen maken via uw stem dan en via uw gedachten over deze onderwerpen. Het volgende punt, meneer Groot. Ja. Hij wordt even de microfoon neergezet. We zitten met 5 mensen aan 4 microfoons. En ik kan de mijne niet missen. Dus ik moet mijn gast af en toe even verzoeken de ene microfoon naar de andere te schuiven. Dat is nu gebeurd, meneer Groot. U hebt de microfoon voor u. We hebben het net gehad over de toekomst. Wat zijn voor u nog belangrijke punten dat u zegt, de eerstkomende 4 jaar, dat zal de Amstelveense burger merken? Nou ja, in aanvulling op datgene wat al door de heer Raad en de heer Levy is gezegd, en ook door mevrouw Koops, kijk, wat wij willen is een economisch sterke stad in een economisch sterke regio. En daar zijn we al een aantal jaren volop mee bezig. We hebben heel veel werkgelegenheid, gelukkig, dat willen we heel graag behouden. Ja, hoe is die werkgelegenheid in Amstelveen? In procenten hebben we veel werklozen. Minder dan het landelijk gemiddelde van 5,5? Ja, een stuk minder dan het landelijk gemiddelde. Ik denk dat wij nu op dit moment rond de 2,5 à 3% zitten. Nou, dat is mooi. Dus dat is heel mooi. Dus een lage werkloosheid. De werkgelegenheid is zelfs nog gestegen vorig jaar, ondanks de crisis. En dat heeft denk ik alles te maken met het feit dat er veel werkgelegenheid is bij ons, veel bedrijvigheid is. Dat het cluster goed opereert, dat we elkaar goed steunen. En dat wij een aantrekkelijke stad zijn voor nieuwe vestigingen. Dus we hebben nieuwe bedrijven langs toe kunnen halen. En tegelijkertijd hebben wij bestaande bedrijven kunnen laten concentreren in Amstelveen. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk bedrijven die vanwege kostenreductie gaan concentreren. Nou, als dat in onze stad gebeurt, is het dus voordelig voor de werkgelegenheid. Mm-hmm. En voor de stad. Nou, dat willen wij versterken. Dus we gaan door met de inzet om bedrijven aan te trekken. En we gaan door met de inzet om de bestaande bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen. Detailhandel Amstelveen, zichtbaar moeilijk denk ik. Want als ik zo de Rembrandtweg overloop, dan zie ik de ene zaak naar de andere leeg staan. Dat kan geen positief punt zijn. Nee, daar ben ik met u eens. Detailhandel heeft het zeker moeilijk. Dat geldt voor, ik denk, elke detailhandel in Nederland. Waar dan ook in de westerse wereld. Dat is logisch. De burger spaart meer dan in het verleden, gaat dus minder consumeren. We zien op onderdelen wel dat het langzaamaan begint aan te trekken. Dat er toch weer wat vertrouwen komt in de economie. En dat de mensen iets meer gaan uitgeven, maar het is allemaal heel voorzichtig, logisch ook. En er zijn inderdaad winkelgebieden, ook in Amsterdam, die het moeilijk hebben. Ja. Nou, wij zien tegelijkertijd. Maar als je zo'n Rembrandtweg ziet, dat is de weg naar het grote winkelcentrum. Dat zou toch een florerende straat moeten zijn? Maar daar gaat het juist zo mis. We hopen het inderdaad dat weer florerend te maken. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk als overheid, want dan kunnen we dat zelf niet gaan inrichten en gaan bepalen. Wat we wel proberen te doen, is om het winkelgebied als geheel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En de Rembrandtweg ook weer goed bij het stadshart te betrekken. Ja. En dat het dus een meer een natuurlijke loop gaat worden. Je ziet dus dat een paar winkels daar toch vrij goed kunnen ondernemen. En we hopen dus ook dat er weer nieuwe winkels binnenkomen. Ja. Nou, daar zijn we volop mee bezig. Het ligt aan de ondernemer zelf soms ook natuurlijk, hè? Dat hij niet goed rendeert. Ja, dat ook wel. Maar het gaat ook om een samenspel van factoren. Kijk, op het moment dat de loop uit een winkelgebied zou raken, dan is er een probleem. Dat moet je altijd zien te voorkomen. Dus wat wij doen, is in feite de bestemming wat verruimen op de Rembrandtweg. Zodat je daar ook wat horeca kunt laten toepassen. Ja. En als er wat horeca komt, komt er wat meer loop. En als er meer loop komt, komt er meer gezelligheid. Komt de consument daar sneller. En ziet hij die winkels, en die zijn heel mooi, die winkels ook daar liggen. En is die parkeergarages liggen natuurlijk een beetje ongunstig ten opzichte van die Rembrandtweg. Hè? Die zit je meteen in het winkelcentrum. En dan loop je niet zo gauw die winkelcentrum uit. Ja, maar om een zin af te maken, dan is de kans groter. Dus dat de consument daar ook gaat winkelen, omdat hij daar vaker komt en omdat het gezelliger is. En de bereikbaarheid van de Rembrandtweg is eigenlijk perfect. Want de parkeergarage is dichtbij, maar je kunt ook nog voor de deur parkeren. Voor heel weinig geld. En bovendien met de fiets kun je prima komen. Dus op zich is de bereikbaarheid van de Rembrandtweg ideaal. Ja. Kan niet beter. Alleen de loop moet er wel wat meer in komen. Ja, maar ik ben toch een beetje bang dat je in die parkeergarage zijnde de Rembrandtweg een beetje over het hoofd ziet.
Nou ja, en als dat zo is, moeten wij natuurlijk proberen om die bewegwijzering beter te maken. En de mensen ook die kant op te trekken. Want er zijn heel mooie winkels aan de Rembrandtweg. Als men dat weet, dan zal men er meer gebruik van maken. Goed, detailhandel, moeilijk, maar dat is elders ook het geval. Dat klopt. Dat is het namelijk in heel Nederland hetzelfde beeld natuurlijk. De grote ondernemingen, de industrieën. Industrieën hebben we natuurlijk niet veel. Dat zijn natuurlijk veelal bedrijven, importeurs, exporteurs en dat soort bedrijven. Groothandelaren. Die gaat het wel goed hier? Omdat u zegt het aantal werknemers is vergroot. Ja. Inderdaad. De werkgelegenheid is gestegen. Daar zijn we heel trots op. Dus wat dat betreft is het goed gegaan in Amstelveen. Zeker als je het afzet tegen andere regio's. Maar dat komt met name door nieuwe bedrijfsvestigingen. En door concentratie van bedrijven. We zien ondernemers als LG bijvoorbeeld, die flink gegroeid is en zijn er dus meer ondernemingen. Dat zorgt natuurlijk voor meer werkgelegenheid. Ik denk dat in de zakelijke dienstverlening, en daar hebben wij heel veel bedrijven in, het relatief redelijk goed gegaan is als je het vergelijkt met andere bedrijven in Nederland. Ja. Prima, dat is een positief punt in absoluut, ieder geval. Absoluut. En dat is ook aantoonbaar. Ja. Goed, positieve energie moet het uitstralen. Zo is het. Het hele college. Nou ja, het college, maar ook de gemeenteraad en ook onze mensen natuurlijk. Ja. Want we doen het niet alleen. We hebben geloof ik 700 personeelsleden of mensen die voor de gemeente werken. Ja, en we zitten daar niet voor, niet alleen voor onszelf, of voor, maar je zit er voor de stad. Ja. En ja, dat elan van jongens, wees trots erop dat je hier mag werken. Wees trots erop. En wij zijn er trots op dat we hier wethouders mogen zijn. Ja, en zet je best een beetje voor. En de samenwerking met omliggende gemeenten, dat is ook belangrijk, neem ik aan. Heel belangrijk. Wordt er goed aan gewerkt? Nou ja, is dat ook op een niveau, op een pijl wat aanvaardbaar is op dit moment? Nou, ik denk, maar goed, moet ik een beetje oppassen natuurlijk. Kijk, Jan-Willem loopt hier wat langer rond. Kent ook, ook alle andere bestuurders zeg maar, in de regio. Maar goed, daar zijn ook verkiezingen geweest, ook nieuwe colleges. Nou, ik kom zelf, ik heb 8 jaar in Amsterdam gewerkt. En ik bedoel, ik ken bijna iedereen die daar werkt, moet ik eerlijk bekennen. Dus wat dat betreft gaan we dat gewoon opzoeken. En niet vanuit het idee van, we hebben een hek om Amstelveen en laat Amsterdam maar of laat Alsmeer. Nee, integendeel zelfs. Wij hebben bepaalde belangen voor onze bewoners. Maar is die samenwerking goed met elkaar? Met die andere gemeenten? Loopt dat goed? Ontzettend ook met goed. De grote broer Amsterdam? Ja. Ja, je ziet ook dat daar weer op heel veel plekken zijn er ook weer, is weer een nieuwe cultuur gekomen. Amsterdam zeker. Amsterdam zeker. Maar ik denk ook met Alsmeer en Uithoren, noem het maar op. Daar zijn de contacten ook echt heel nauw. Goed zo. Ja, om er een voorbeeld van te geven. Kijk, bij de gemeente Haarlemmermeer, die wordt wel eens vergeten in het rijtje. Ja. Want we hebben het vaak over Amsterdam en we hebben het vaak over de regio Amsterdam. Maar Haarlemmermeer is natuurlijk een hele grote gemeente vlak naast ons. Ja. En we hebben heel veel met Haarlemmermeer samen. De luchthaven, maar ook de Krienpoort Alsmeer. En het aantrekken van bedrijven. Maar ook zoiets als de AM-groep, de sociale werkvoorzieningschap, die Jacqueline gaat oppakken. Ja. Nou, ze zijn er heel veel samenwerkingsverbanden. En wat je gewoon merkt is dat Haarlemmermeer een prima gemeente is om mee samen te werken. Qua bestuurskracht, qua ambtelijke kracht, qua integraliteit. Maar ook als je kijkt naar de economische kracht. Als je kijkt naar werkgelegenheid. Als je kijkt naar de werkgelegenheid over en weer. Uh-huh. Dus wij hechten er heel veel belang aan om met Haarlemmermeer te blijven samen te werken. Wat mij betreft te intensiveren. En dus samen op te trekken. En aan de zuidkant van Amsterdam een hele sterke regio te worden. Die goed samenwerkt met Amsterdam. Ja. Haarlemmermeer is ook even een snelst groeiende gemeente in Nederland. Hè? Exact. Naast Almere. Hè? Ja. Dat zijn de twee grootst groeiende gemeentes. Hè? Dat klopt. Ja. Oké. Even nog naar onze nieuwe gast aan tafel. Microfoon werd weer overgezet. Het gaat allemaal heel soepel. U hebt het een en ander overgenomen van de heer Groot. Hè? Ja, dat klopt. En ja. U kunt natuurlijk, dat voordeel hebt u, veel bij hem te raden gaan. Ja, dat is zo. Hij zit een deurtje verder, dus hij zit vlak bij me. Dus dat is heel fijn. Als er wat moeilijkheden zijn, is het snel op te lossen. Ja, mocht dat zo zijn, dan sta ik zo naast een bureau. Ja. Denkt u dat vaak te doen of denkt u uw eigen boontjes te kunnen gaan doppen wel? Nou, ik ga nog wel met Jan-Willem om de tafel zitten voor een overdrachtsmoment. Ja. Hè, om te kijken wat de stand van zaken, wat is er, wat schort er, wat niet en hoe, dat soort dingen.
Maar verder, ja, we hebben allebei onze eigen portefeuille. En ja. ik ga hard aan de slag op de mijn en hij de zijne. Ja, hij zei net, uw werkzaamheden hebben er ook toe geleid dat u dit werk goed aan kan. Wat heb je gedaan voor die tijd? Nou, ik ben 14 jaar advocaat geweest. En ik heb me de laatste 12 jaar toegelegd op arbeidsrecht. Mm-hmm. En dat zit natuurlijk erg dicht tegen werk en inkomen. En ook de sociale voorzieningen, daar weet ik ook uit hoofden van mijn functie veel van af. En ik heb natuurlijk ook de afgelopen 4 jaar was ik lid van het algemeen bestuur van AM-groep. Wat nu ook als wethouder op mijn bordje ligt. AM-groep? AM-groep is de sociale werkvoorziening, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Dat is dan een gemeenschappelijke regeling. Dus die samenwerking met Hoofddorp, waar Jan-Willem het net over had. Of met de gemeente Haarlemmermeer, die zit daar ook in. Dus dat is een hele mooie regeling die we gemeenschappelijk hebben opgezet als gemeentes. En daar werken onze mensen met een beperking, met een fysieke beperking, een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking. Dus die doelgroepen die zitten daar en die krijgen daar begeleiding in werk of ze krijgen werk aangeboden. Mm-hmm. Dus dat is een hele mooie, dat vind ik ook prachtig, dat is arbeidsmarktpolitiek eigenlijk. En dat vind ik fantastisch om te doen. Ja. Mooi zo. Meneer Levy. Meneer Levy, u bent van de Burgerbelangen Amstelveen. Burgerbelangen Amstelveen heeft nooit in het college gezeten. Heeft eigenlijk alleen maar oppositie gepleegd. Hè? Veelal. Dat is juist. Veelal. Nu moeten ze mee regeren. Lukt dat, denkt u? Dat denk ik wel. Ja? Ja, het is alleen, dat moeten we ons realiseren. En ik weet wel zeker dat dat kan. Een hele andere situatie dan wanneer je oppositie bent, wat we 16 jaar geweest zijn. Want nooit heeft BBA meegeregeerd, al die jaren niet dat ze in de raad zaten. Hè? Nee, het is ook bijzonder om dat als eerste wethouder te mogen doen voor burgerbelangen, moet ik u zeggen. Ja. Maar daarbij komt, en dat maakt het ook denk ik weer anders, dat we ook weten dat we met een, of ik weet dat ik met een ontzettend goed en hecht team dit gaat doen. Ja. Er zijn nogal wat zaken die zeer collegiaal zullen gebeuren. En dat is denk ik ook het bijzondere. En daar past het ons volgens mij wel. Dit is ook een... de hele coalitie is tot stand gekomen op basis van de gemeenschappelijke zaken die we hebben. Geen dogma's, geen tegenstellingen, geen stokpaardjes. Nee. Maar op de overeenkomsten en datgene wat we gezamenlijk kunnen bereiken. En zo zitten we er ook alle vier in. Het is wel een hele omslag voor de partij. Voor de partij is een enorme omslag. En voor mijzelf ook. Want ik zie dat mijn fractie, die natuurlijk altijd oppositie gevoerd heeft, niet alleen nu in de coalitie zit, maar ook dan nog een wethouder heeft. En het is niet de bedoeling dat ze me laten struikelen. Dat heb ik ze ook gezegd bij het begin. Ja, ja. Ze moeten hun politiek een beetje veranderen wat dat betreft. Wel op basis van de bestaande uitgangspunten en lijnen. Ja. Maar nogmaals, de coalitie heeft elkaar zeer goed kunnen vinden. Zo. Paul Keet en Wout Hattink met Leef Tijd Genoeg. Ja, en Leef Tijd Genoeg, daar hebben we 4 wethouders. Alle 4 die in Amstelveen op dit moment aangesteld zijn. Dat zijn dus de heren Herbert Raad van de VVD. De heer John Levy van Burgerbelang Amstelveen. Jan-Willem Groot van het CDA. En Jacqueline Koops van CU. ChristenUnie. Ja, CU. Hè? Nou, maar ik moet het liever niet af. ChristenUnie is het voor ons. ChristenUnie, prima. Het vroeger de CHU, hè? Ja, het is allemaal zo verwarrend. Ja. En heb je in het Engels heb je see you. Ja. See you. Ja, ChristenUnie. Oké, voluit zullen we het blijven noemen. Fijn. We hebben het net in onze laatste pauze van 6:45 gehad over wat we als laatste onderwerp, want daar zijn we alweer aan toe. Waar zullen we het over hebben? En je zei van de burger, wat verwacht hij van ons? Ja. En wat verwacht de burger van Amstelveen? Heel veel, denk ik. Ja, het gaat mij echt om de Amstelveener. Kijk, want we hebben vaak nog wel eens... Kijk, een Amstelveener is niet alleen bijvoorbeeld een ondernemer, maar is ook vaak een vader of een opa. Of een je hebt verschillende rollen. En je hebt vaak een dubbelrol, hè? Ja, dubbelrol en je hebt allerlei rollen. En wat nou zo aardig is, en dat is ook het aardig van deze stad...
als je daar af en toe eens een keer met mensen gaat praten of je spreekt ze in een andere rol, dat je denkt van haal nou die kracht uit die stad. En dan moeten wij natuurlijk als bestuur moeten we dat aanjagen. Dus dat betekent ook als mensen ergens tegenaan lopen, kijk, dan kun je twee dingen doen. Je kunt denken van nou, dat pik ik niet en ik ga mijn advocaat bellen. Of ik heb toch een DAS rechtsbijstandsverzekering. Advocaat zit hier aan tafel. Hè? Advocaat zit hier aan tafel. Niet hier, hè? Nee. Advocaat. Nee. Dat is het ding wat je kan doen. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou, dit komt mij even niet zo in mijn... Dit vind ik niet zo fijn voor mezelf. Begrijp het nog wel een beetje dat ze zo'n beslissing nemen voor anderen. En dat je in eerste instantie gewoon denkt van weet je wat, ik pak de telefoon. Of ik stuur eens een keer een mailtje. En ik ga daar eens even kijken of we daar een beetje redelijk uit kunnen komen. Als bewoner. En dat is vanuit onze kant. Maar dat heb je toch altijd kunnen doen? Jawel, maar ik doe dat gewoon nu via uw microfoon een oproep toe. Ja, ja. En dan mag er van meer, ons... Meer, als iets niet zint, laat het blijken. Laat het blijken. Ga in gesprek. Want dat is ook iets waar je ook heel veel... Ik ben toevallig vandaag... Ja, dat kun je het oplossen ook, hè? Ik ben vandaag bijgepraat over... ik ben dan wethouder vergunningen en allerlei mensen die bezwaar maken en zo. En dat... En ontzettend goede ambtenaar die zegt vanuit, het eerste wat we nu gaan doen is om eerst eens even een gesprek te gaan voeren. Dus dat je niet meteen in de stelling gaat zitten van ik ben het er niet mee eens of ik denk dat het slecht is voor me. Mm-hmm. Maar eerst even het gesprek. Beter voor de stad, beter voor de uitkomst, beter voor de snelheid en beter misschien voor het algemeen belang. Ja. Meneer Groot van CDA. Ja, ik zou daar aan toevoegen. Wat de burger van ons moet kunnen verwachten, vind ik tenminste, is dat wij een aantal zaken duurzaam regelen. Ik gaf er net een voorbeeld van bij de sportvelden. Maar de burger moet nu op ons kunnen vertrouwen, en dat geldt ook voor de bedrijven, dat wij niet over een periode van 4 jaar denken, maar eigenlijk over een periode van 8 jaar. En misschien nog wel langer. Want wat willen wij doen? Wij willen een aantal zaken duurzaam regelen. De sportvelden, maar een ander voorbeeld is de financiën. We rekenen gewoon met getallen over een periode van 8 à 10 jaar. Dus hou meteen rekening met de periode na ons. Tegelijkertijd zeggen wij ook, om een aantal zaken goed te regelen, moet je dus innovatief zijn. En moet je dus proberen met slimme oplossingen veel te bereiken. En moet je er dus voor zorgen dat die burger en die bedrijven veel meer hebben aan onze beslissingen en ons beleid. En dan noem ik een voorbeeld in de financiën. Maar ook een ander voorbeeld is dat wij gezegd hebben, die gebouwen die we hebben, ons eigen vastgoed, die moeten duurzaam gefinancierd zijn, maar ook duurzaam gebouwd zijn en worden. En dan kun je zeggen van we gaan dus voor een periode van veel langer dan 4 jaar beslissingen nemen waar de burger wat aan heeft. Ja. Maar je, en over 4 jaar ben je misschien niet meer. Nee, maar dan zijn er. Nee, dat klopt. Maar dan zijn er wel hopelijk goede beslissingen genomen waar men ook later wat aan heeft. En we gaan dus niet voor de korte termijn scoren. Nee, we gaan voor de langere termijn beslissingen nemen. Ja. En we gaan dus ook voor bijvoorbeeld veel minder energie verbruiken waar de burger later ook wat aan heeft. Ja. Ja, dat wil zeggen dus, dat is erg mooi dat je dat wil, maar dat betekent dus dat je op korte termijn minder kan scoren. En minder dus het publiek aan je kan binden. Dat zou kunnen. Tegelijkertijd, als wij goed uitleggen wat wij doen en waarom die keuzes maken, dan hoop ik dat de burger en de bedrijven wel zien dat wij de goede kant op gaan. Ja. En als dat gebeurt en ze gaan met ons mee in die beslissingen en in het beleid, dan kun je elkaar ook versterken. Mm-hmm. En dan kun je wat bereiken voor de stad en voor die gemeente. Ja, ja, het is uiteraard begrijpelijk ook, hè, dat je dit soort dingen niet in een paar jaar kunt oplossen. Hè. Dat zijn dingen inderdaad wat jaren duurt voordat het rendement eruit gaat komen. Hè. Exact. Prima. Mooi initiatief. Ik hoop dat de burger het wil begrijpen ook. Hè. Dat hoop ik ook. Ja. Maar we hebben het hier gezegd. Zo is het. Zo is het net. Op moeten letten. Hè. Van Koops. Hebt u ook nog een bepaald iets dat u zegt van, wat kan de burger van mij verwachten? Ja, wat zal ik eens zeggen? Mijn portefeuille is natuurlijk zo breed, hè? Dus dat, we gaan natuurlijk veel doen aan het wijk- en buurtbeheer ook. Hè? Dat zit ook in mijn portefeuille, de gezondheidszorg, wat ik al zei. Wat we verder voor het eerst gaan doen in Amstelveen is een integraal ouderenbeleid maken. Wat nu aan de hand is, is dat er natuurlijk heel veel voorzieningen zijn voor ouderen. Maar wat wij willen als college is dat we daar een integraal, een eenheid meer van maken. Dus dat het meer overzichtelijk wordt, meer aan elkaar gekoppeld wordt. Dat ouderen zeg maar niet voor elk wisselwasje weer 40 formulieren moeten invullen. Dus we willen meer een integraal beleid. Mm-hmm. En wat we ook nieuw gaan doen, dat is dan voor mij ook nieuw, is een gezinsbeleid maken. Dat is er nu nog niet en dat willen we heel graag. Want we hebben nu natuurlijk net ook een paar maanden geleden het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend in Amstelveen. Ja, daar willen we ook meer gebruik van maken. Dus ook meer een integraal aanbod gaan geven op, voor met name ook ouders en voor gezinnen. En dat willen we gaan uitzetten. Mooi zo. Ja. Meneer Levy,
Wat mag de burger van u verwachten? Van mij mag de, van ons moet ik zeggen, mag de burger zoveel verwachten dat het hem aanspoort om ook zelf actief mee te gaan doen in Amstelveen. Ja. Landelijk zie je toch een vorm van consumentisme optreden. En je, het viel me bij de opmaat naar de verkiezingen ook op dat mensen naar je toe komen en zeggen de gemeente moet dit en de gemeente moet dat. Ik hoop dat we zo'n verschil maken dat de burger ook gaat zeggen ik ga dit doen of ik ga dat doen. Ze laten te veel over soms aan de politiek. Nou, het is natuurlijk erg makkelijk om dat zo te doen. En ik hoop echt dat we de burgers zo weer zo bij Amstelveen weten te betrekken. Ja. Dat ze ook zelf een positieve inbreng krijgen. En niet wachten tot alles door de gemeente gebeurt. Nee. We hebben hier vier partijen aan tafel zitten. Maar er is ook nog een vijfde partij die in het college zit. Klopt. OCA. Ja. Daar hebben we het niet over gehad. Ik heb het wel in mijn introductie gezegd. Maar wat doet het OCA in dit college, denkt u? Nou, dat kan ik vrij snel uitleggen. Wij zijn bepaald. Zo weinig dan? Nee, het is wel heel veel. Kijk wat. Mevrouw Koops vertegenwoordigt de ChristenUnie. Ja. En meneer Fokking vertegenwoordigt OCA. Ja. En dat zijn, als je kijkt naar de zetelaantallen, zijn dat twee partijen met één zetel. Wat wij gezegd hebben, wij willen dat iedereen volwaardig meedoet. Volwaardig meedoet. Dus dat betekent dat dat seniorenbeleid zit echt in dat programma. En dat namens de OCA en de ChristenUnie vertegenwoordigt mevrouw Koops vertegenwoordigt dat geluid. Ja. Vandaar dat ze ook net al wat al begon te vertellen over een integraal seniorenbeleid en allerlei dingen. Veel ook contact met het OCA daardoor. Nou, absoluut. Dat hebben we met elkaar ook afgesproken. Wij gaan elke twee weken met elkaar aan de tafel zitten. Dus we houden heel intens contact. Eigenlijk net zoveel als dat ik met mijn eigen fractie onderhoud. Dus ja, hun inbreng moet via u. Ja, want kijk, het is natuurlijk heel vertegenwoordigd worden. Ja, precies. De oudere combinatie Amstelveen, die heeft natuurlijk ook, ze hebben maar één zetel, maar ze hebben ook heel veel ervaring op het gebied van het seniorenbeleid. Dat zijn eigenlijk de ervaringsdeskundigen. Die vragen de voorzieningen aan, die vragen de regiotaxi aan. Dus die mensen, die weten ook gewoon heel veel van hoe het reilt en zeilt. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook, is het een politieke partij, dus ze hebben politieke ideeën daarover. Nou, daar gaan we veel contact over hebben met elkaar. Dus goede handen bij u. Ja, zeker. Okay. Een hele goede handen, want Henk Fokking vorige week in de gemeenteraad heeft nog even gezegd van nou, als je kijkt wat dit collegeprogramma en ons verkiezingsprogramma, nou dit hebben we als oudere combinatie nog nooit voor elkaar gekregen. Dat is onvoorstelbaar. Nee. En wat mevrouw Koops ook zegt, meneer Fokking is gewoon ervaringsdeskundige. Hij weet er alles van. En kijk, want je kunt het op papier allemaal keurig regelen, maar het gaat er natuurlijk om wat die ouderen daarvan merkt. Ja. En dat is fantastisch. Nou, we zullen het allemaal ervaren. Ja. Prima. Mag ik alle vier, Herbert Raad, Jan Willem Groot, Jacqueline Koops en John Levy bedanken voor dit aangename gesprek. Ik hoop dat de burgers er wat aan gehad hebben. We hebben ons best gedaan. En mocht de tijd rijp zijn dat ik weer eens een keer een wethouder, niet alle vier tegelijk hoor, maar een wethouder ergens over wil aanspreken, dan hoort u van mij. Hartelijk dank en ik wens u een goede vier jaar toe. Prima. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Paul Keet en Wout Hattink met Leef Tijd Genoeg.